helemaal en super leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een extra video en het leek me wel eens leuk om dit te filmen. En aangezien ik vandaag best wel een drukke dag heb, ga ik dus ook ergens heen en dingetjes doen en eten. Ik dacht het is wel leuk om vandaag een What I Eat in a Day te filmen. Dit idee heb ik al bij meerdere kanalen gezien, ik weet niet precies wel. Ja, het leek me gewoon leuk om dit ook een keer op te nemen. Ik weet niet of het jullie boeit, maar ja, ik dacht als het jullie wel boeit, waarom niet? Achter me hier zien we wilde maaien. Ik weet niet wat ze aan het doen. Het is nu ongeveer 11:30 en meestal ontbijt ik veel vroeger, dus let daar niet op. Maar ik heb vandaag mijn theorie en daar ga ik straks dus heen. En ik wilde eigenlijk lekker iets simpels ontbijten. Dus ik ga vandaag met twee krakots, ik weet niet of jullie die kennen. Het zijn dit soort crackertjes, ga ik beginnen. Ik ga daar even wat smeerworst op doen en daarna zie ik nog wel of ik iets anders ga eten als ik nog trek. Ik heb even mijn crackers gemaakt, die ga ik even lekker eten. En toevallig heb ik vrijdag van Esmee een ijskoffie gekregen. En ik heb er best wel zin in, dus ik ga deze gewoon lekker erbij drinken. Ik kan hem ook misschien meenemen straks. Oké, ik ga even twijfelen. Ik ga tenminste nu even eten en dan straks denk ik wel wat. Goed, alvast een disclaimer. Deze stap van mijn eten doe ik niet elke dag. Geloof me, doe ik eigenlijk nooit. Maar omdat ik vandaag elke maandag sowieso vrij heb, heb ik zin om iets te snacken. Dus, er zitten drie piccolini's in de oven. En daar ga ik straks eventjes opeten terwijl ik nog even een theorietoets aan het doen ben. Ik ga die ijskoffie toch straks nemen. Maar ik heb hier al een Vivid Topfit shot. En die neem ik echt bijna elke ochtend. En dat is gewoon een soort yoghurtdrank met vitamine B6 en D en een bron van calcium. En ik weet niet of het het heeft, maar zo wel. Het is lekker. Deze heb ik nu ook lekker opgedronken. En ik wacht nog steeds op mijn piccolini. Ze zijn klaar en ik ga ze nu even lekker opeten. We gaan het eten. Ben is even lekker de pizza aan het snijden. En we gaan het eten even delen, want we willen allebei carpaccio en allebei pizza. Dus dat gaan we nu even doen, maar het ziet er wel lekker uit. Wat ik vandaag at was een tonijn pasta salade met komkommer, mais, paprika en tomaat. Feta, een paai met soort van rundvlees erin en ook nog stokbrood met dip. En dit waren de restjes van gisteren. Het is 9:10 en ik ga nu even lekker een snack eten, want daar heb ik zin in. En mijn zus die heeft cakepops gemaakt in een kattenvorm. En deze vullen zo erg, dus ik denk echt dat ik het op ga krijgen. En ik heb nog even een ijskoffie van de Hoofdvliet, had ik zin in. Dus ik ga dat nu even eten en ik denk dat het dat laatste is wat ik vandaag nog ga eten. Dus ik denk dat ik hierbij ook deze video afsluit. Dus vond je het nou leuk om te zien wat ik één dag eet? Doe dan zeker een duimpje omhoog, abonneer in deze hoek en dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Doeg!